welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een leuke video voor jullie. Ik ga jullie vandaag een make-up look laten zien die geschikt is voor letterlijk elke gelegenheid. Of je naar school gaat, of je naar je werk gaat, of je naar een feestje gaat. Wat je ook gaat doen, deze make-up look is gewoon geschikt voor letterlijk alles. Zo'n soort video heb ik nog nooit gemaakt op mijn kanaal. Deze make-up look die ik vandaag ga maken, maak ik persoonlijk heel erg vaak. En ik maak hem ook echt voor van alles. Wanneer ik gewoon naar mijn zus ga, doe ik af en toe die look. Wanneer ik naar een feestje ga en geen zin heb om me helemaal full glam op te maken, maak ik ook die look. Het is echt gewoon geschikt voor elke gelegenheid en je ziet er gewoon altijd goed uit. De producten die ik vandaag ga gebruiken, sta ik ook allemaal achter. En ik ga ook proberen vooral producten te gebruiken die gewoon geschikt zijn voor iedereen over het algemeen. Dus los van je huidtype of wat dan ook. Dit zijn gewoon producten die ja, basically gewoon voor iedereen wel goed gaan zijn. Het wordt dus vandaag niet helemaal full glam heftige make-up look, maar het wordt ook geen everyday simpele make-up look. Het wordt echt een look die daar echt precies middenin zit. En dit is echt een look waar ik heel enthousiast van word, omdat ik hem dus zo vaak maak. Ook is hij vrij makkelijk. Het is echt een makkelijke look om te maken. Dus ik ga deze look vandaag aan jullie laten zien. Vind je het nu al leuk en ben je al benieuwd? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Omdat ik geen heftige ooglook ga maken, begin ik gewoon vandaag met mijn gezicht. Ik begin eigenlijk altijd met mijn gezicht als ik geen heftige ooglook maak. Ik ga mijn gezicht primen. Als ik iets ga doen, wil ik zeker weten dat mijn make-up goed blijft zitten. Dus ik gebruik de Urban Decay All Night gezichtsprimer. Primer is echt een belangrijke stap als het gaat om hoe lang je make-up goed blijft zitten. En deze primer is een beetje aan de dure kant. Maar hij is echt super fijn als je echt gewoon wilt dat je make-up goed blijft zitten voor zeker 12 uur lang. Als foundation gebruik ik mijn She Glam Foundation. Deze gebruik ik in de kleur Golden. Dit is dus het merk die te koop is bij Shein. Dit is echt een super fijn product. Is ook super betaalbaar. En naar mijn mening is hij echt geschikt voor elke huidtype. Ik heb een normale tot droge huid. Maar ik zie dat mensen met een vettige huid hem ook goed vinden. Iedereen vindt hem wel gewoon goed. En ook ik. Dus deze vind ik heel erg fijn. Hij is ook niet te dik op je gezicht. Maar hij geeft wel gewoon nog heel veel dekking. Dus hij is gewoon echt geschikt voor elke gelegenheid. Wat je ook gaat doen. Als concealer gebruik ik mijn NYX Kenstap Woonstap Concealer. Deze heb ik in de kleur Natural. Ook dit is weer zo'n product die gewoon geschikt is voor iedereen. Dit is echt mijn go-to everyday concealer. Deze gebruik ik echt best wel vaak. En ook best wel vaak met de look die ik dus vandaag ga maken. Ik breng het ook gelijk een beetje hier aan. Want dan ga ik ook gelijk mijn ogen ermee primen. Want ik ga vandaag niet helemaal apart nog een oogschaduw primer aanbrengen en zo. En hier zo binnenin is het altijd bij mij een beetje donker. Dus daar breng ik altijd lekker veel concealer aan. En dan lekker inblenden. De spons die ik gebruik is van Real Techniques. Deze is echt super, super fijn. Ik zet by the way beneden in de beschrijving een hele lijst met alle producten die ik vandaag heb gebruikt. Dat doe ik altijd, maar ik denk ik laat het toch nog eventjes extra weten. Een poeder die echt letterlijk geschikt is voor elke huidtype is de losse poeder van Makeup Studio. Deze poeder is zo fijn. Ik heb de Translucent Poeder Extra Fine nummer 1. Deze is echt amazing. Dit is al mijn tweede. De andere heb ik al opgemaakt. Deze gebruik ik ook altijd bij mijn everyday looks of als ik naar een feestje ga. En ik niet per se een poeder wil voor een bepaald soort effect of zo. Geen matte poeder of glanzende poeder. Gewoon een all over goede poeder. En dan raad ik deze echt aan. Die gaat echt geschikt zijn voor iedereen. Zorg er wel voor dat de concealer hier niet creased. Want als die creased en je poeder aanbrengt, dan zet je die creases juist vast. Waardoor die creases blijven en niet weggaan. Dus zorg ervoor dat je het hier goed hebt uitgeblend met je spons. En breng dan pas de poeder aan. Ik doe altijd Beko, want dat vind ik gewoon het fijnste. Dat brengt gewoon het smoothst aan. Als je ook een vettige huid bent, is dit ook een hele goede techniek om een beetje je vettige huid wat minder vettig te maken. Als je een droge huid hebt, dan hoef je dit niet per se te doen. Breng dan gewoon een beetje poeder aan op alle plekken waar je concealer hebt aangebracht. En dan is het gewoon klaar. Maar ik hou van Beko en dat vind ik gewoon heel fijn. Ook is het heel fijn met mascara. Want ik heb altijd dat wanneer ik niet heb gebaked en gewoon een beetje poeder heb aangebracht,
dat de mascara zo hieronder helemaal gaat smutsen. En dan wordt het na een aantal uur hier altijd helemaal zo zwart. Dus als je dat probleem hebt, ga het dan baken met poeder. Dat verhelpt dat probleem echt. Omdat ik een normaal tot droge huid heb, haal ik de poeder er altijd gewoon gelijk vanaf. Als je een vettige huid hebt, laat de poeder dan eventjes zitten voor een aantal minuten. Want dan zet het echt goed in je huid en dan wordt je huid minder vettig naarmate de dag vordert. Een extra stap die je echt niet hoeft te doen is neuscontouren. Ik moet gewoon altijd mijn neus contouren. Ik kan gewoon echt niet zonder. Ik gebruik dit kapotte Revolution paletje en ik gebruik deze kleur. Dit is dus echt een hele extra stap. Als jij je neus niet contourt, hoef je dit ook echt niet te doen. Maar als je zo'n verslaafde gek bent als mij, dan wel. En dan een van de belangrijkste stappen, mijn Max & More Fixing Spray. Deze spray gaat er echt voor zorgen dat je make-up helemaal in elkaar blendt en het niet meer zo make-up-achtig lijkt. Dan is het alsof je wat minder make-up op hebt dan dat je echt hebt. En alles wordt minder poederig en het lijkt gewoon allemaal veel mooier. Deze is super goedkoop, gewoon te koop bij de Action. Alleen ja, de Actions zijn nu dicht. Als de Actions weer open gaan, dan raad ik deze zeker aan. Wat ik jammer vind is dat de Action geen online shop heeft. Vooral nu was het echt heel fijn geweest als de Action een online shop had. Maar ja, ik snap niet echt waarom ze dat niet hebben. Oké, dan ga ik beginnen aan de ogen, aan de oogschaduw. Ik gebruik helemaal geen oogschaduw voor mijn oogschaduw. Ik gebruik geen paletje, geen losse oogschaduwen. Wat ik gebruik zijn oogschaduwsticks. Ik heb er hier een heleboel. Ik heb er 5. Ik hou van oogschaduwsticks omdat je ze gewoon snel kunt aanbrengen. En dan heb je gewoon een complete ooglook met slechts 1 oogschaduwstick of een aantal. Maar ik gebruik er gewoon altijd eentje. De sticks die ik heel fijn vind zijn van Pixie. Ik heb deze 3 kleuren. Een beetje een rode kleur, een bronzy kleur en een donkerbruine matte kleur. Dit zijn de kleuren die ik gewoon het vaakst gebruik. Ik hou heel erg van bruine kleuren op mijn gezicht. Dat vind ik mij altijd het beste staan. Maar Pixie Sticks zijn niet per se het goedkoopste. Als je een goedkope zoekt, dan raad ik de oogschaduw sticks aan van Elf Cosmetics. Ik heb hier de kleur Bronze Metal. Die vind ik heel fijn. Is wel een beetje een cool tone kleur, maar dat vind ik ook heel mooi. Maar ze hebben ook andere kleuren. Deze is qua kwaliteit wel iets slechter dan die van Pixie. Die van Pixie zijn super creamy. Blenden heel goed uit. Deze blendt iets minder goed uit. Maar voor de lage prijs is hij gewoon oké. En dan heb ik hier nog een stick van The One of zoiets. Ik weet niet waar dit merk te koop is. Maar ik had hem gehad in een hoodiebox. En deze vind ik ook echt heel heel erg fijn. Dus deze gebruik ik ook af en toe. Maar over het algemeen ga ik vaak voor mijn Pixie sticks. En ik gebruik vaak een van deze 2 kleuren. Zijn allebei glanzend en blenden echt prachtig in. Ik ga vandaag voor de meer bronzy kleur. Deze kleur heet One and Done. En dit zijn de Endless Shade Sticks. Pixie is te koop bij themakeupspot.nl. Ik krijg heel vaak vragen wanneer ik iets gebruik van hey Sarah, waar is dit te koop? Waar is dat te koop? Maar er staat dus altijd een lijstje beneden in de beschrijving. En als je gewoon dan dat product googelt, dan heb je het ook gewoon zo gevonden, jongens. Google. Oké, deze stick breng ik dan gewoon zo aan over mijn hele ooglid. Ook best wel hoog gewoon, want ik heb hooded ogen. Dus ik breng altijd alles extra hoog aan. Het hoeft niet heel precies of zo. Gewoon een beetje zo wild aanbrengen. Ik breng het altijd zo rond aan. En dan pak ik altijd een platte fluffy kwast. Deze is Sueva 227. En dan ga ik gewoon zo blenden bij de randen. Ik heb niks opgepakt met de kwast of zo. Het is gewoon een schone kwast. En dan blend ik het gewoon zo uit bij de randen. En dan ben je gewoon klaar. En dan breng ik de stick ook nog hier zo een beetje aan op de onderste wimperrand. Zo, en that's it. Super makkelijk. Kijk, nou heb je gewoon een complete ooglook met slechts 1 shade stick. Je kunt ook sticks mixen. Ik doe ook af en toe die donkerbruine kleur zo hier aanbrengen in de hoeken. Om een beetje een meer 3D effect te krijgen. Maar over het algemeen is gewoon dit wat ik doe als ik gewoon snel wil zijn. En dan ben ik gewoon klaar. Ik doe ook vaak een nude oogpotloodje in mijn onderste waterlijn, want dat maakt mijn ogen dan iets groter. Ik gebruik altijd deze, zoals je kunt zien. Is die vaak gebruikt, want hij is echt bijna op. Deze is van Rimmel London, is de kleur 005 nude. Is echt het beste nude oogpotloodje ever en het blijft ook gewoon de hele dag zitten. En hij is lekker goedkoop. Oké, ik breng ook altijd een winged lijn aan, want dat vind ik altijd heel mooi. Alleen die stap kun je ook gewoon helemaal overslaan als je dat te moeilijk vindt. En dan gewoon een beetje mascara aanbrengen en dan ben je gewoon klaar. Maar ik hou altijd van een wing. Ik gebruik mijn Essence Liquid Ink Eyeliner. Als mascara gebruik ik deze mascara van Catrice, de Doll Mascara, de Glam Doll Mascara. Dit is echt een van de fijnste betaalbare mascara's, jongens. Ga deze echt halen. Het is ook echt een dupe van de Benefit Bad Girl Bang Mascara. Echt amazing.
Oh, ik wil nog wel even snel vertellen over de oogschaduwsticks. Oogschaduwsticks zijn creamproducten. Dus als jij vettige oogleden hebt, is het niet het beste idee om een oogschaduwstick te gebruiken. Want dan wordt alles nog vettiger en dan gaat het allemaal creasen. En dat is niet wat je wil. Dus als jij vettige oogleden hebt, gebruik dan gewoon een poeder. Als nep wimpers gebruik ik de Fab Lash wimpers van mijn eigen collectie in samenwerking met een Boozy Shop. Dit zijn de meest heftige. In mijn collectie zitten 3 paar wimpers. Dit zijn de meest heftige, maar op mijn gezicht zijn ze vrij natuurlijk. Daarom gebruik ik gewoon altijd deze. Maar voor de meeste mensen gaan Pure Lash geschikte zijn. Pure Lash is een hele natuurlijke wimper. Dus voor de look van vandaag zou ik voor andere mensen, voor jullie, Pure Lash aanraden. Maar als jij heel veel oppervlakte hebt, hier heel veel oogoppervlakte hebt, zoals ik heb, dan is Fab Lash ook al heel natuurlijk. Ik vind persoonlijk Pure Lash iets te natuurlijk voor mij. Dan is het gewoon alsof ik niet eens nep wimpers op heb. Dus ik ga gewoon meer voor Fab Lash. Oké, wimpers zitten erop. Ik heb hier een beetje mascara, maar dat ga ik zo weghalen, want ik drukte het zo omhoog en toen kwam daar allemaal mascara. Maar als dat gebeurt, laat het dan gewoon eventjes opdrogen en je kunt het er dan gewoon zo afkrassen. Ik ga mijn gezicht bronzen. Een bronzer die echt geschikt is voor bijna elke huidskleur is de Hoola Benefit, Hoola bronzer bedoel ik. Dit is echt een oldie but goodie. Deze is al heel oud, is al bekend bij iedereen, maar dit blijft gewoon een goede universal kleur bronzer voor iedereen. De bronzerkwast die ik gebruik is de UP02 van Boozy Shop. Als blush gebruik ik deze matte blush van MAC in de kleur Peaches. Ook dit is weer zo'n mooie peachy kleur. Ook weer geschikt voor echt bijna elke huidskleur. Ook heeft hij niet super super veel pigment. Dus er komt niet gelijk heel veel vanaf. Dus je kunt hem echt opbouwen. Dus als je naar een feestje gaat, breng je gewoon iets meer aan. Als je naar school gaat of je werk of zo, breng je gewoon een klein beetje aan. En dat is iets wat ik heel fijn vind aan een blush die je kunt opbouwen. Oké, dan highlighter. Een highlighter die ik echt geschikt vind voor elke gelegenheid is de Be Glassy Highlighter van Maria Malky Cosmetics. Ik heb de kleur Goddess. Die is echt super, super mooi. Waarom vind ik hem voor elke gelegenheid geschikt? Ook weer zoals met die blush, hij is opbouwbaar. Dus als je gewoon naar school gaat of zo weer, breng je een klein beetje aan. Als je naar een feestje gaat, breng je gewoon iets meer aan. En dat is hier ook gewoon weer heel fijn aan. Ik breng altijd veel aan. Wat ik ook doe, ik breng altijd veel aan. Als laatste de lippen. Qua lippen kun je nou echt letterlijk doen wat je wilt. Omdat de rest van de make-up zo soft is, kun je echt letterlijk gaan voor elke lipkleur. Al breng je een zwarte lipstick aan, staat het gewoon nog met de look. Deze look staat met echt elke kleur lipstick. Als je dus gewoon een normale dag hebt, breng dan gewoon een nude lipje aan of een lipglossje. En als je naar een feestje gaat, breng dan een wat heftigere kleur aan, zoals een rood of zo. Ik ga vandaag voor een nude kleur. Het is wel een iets donkerdere nude kleur, maar nog wel gewoon een nude. En dat is ook gewoon geschikt voor alles. Feestje, geen feestje, whatever. Deze lipkleur is gewoon mooi bij alles. Ik gebruik weer mijn Morphe Sweetie Lip Pencil als lippotloodje. En dan mijn Le Chocolate Matte Liquid Lipstick van L'Oreal. Deze heb ik in de kleur 860. Oh, deze lipsticks ruiken zo lekker. Ze ruiken echt naar chocola. Oh my god. En dan als allerlaatste fixing spray. Welke fixing spray je gaat gebruiken hangt een beetje af van het effect die je wilt. Ik vind het altijd heel mooi als een fixing spray mijn gezicht hydrateert. Want ook dan lijkt het weer alsof je minder make-up op hebt dan dat je echt hebt. Ik gebruik daarvoor mijn Milani Rose Water Spray. Want die heeft echt dat effect. Zo'n fixing spray kun je ook meebrengen in je tas. En dan als je make-up een beetje minder mooi eruit ziet door de dag heen, breng je weer deze spray een beetje aan en dan wordt het allemaal weer een beetje refreshed. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de hele make-up look. Dit is dus de make-up look die ik echt geschikt vind voor elke gelegenheid, wat je ook gaat doen. Deze make-up look maak ik echt heel vaak, want ik vind het gewoon maar altijd de beste staan. Ik ga ook heel vaak voor een rode lip, want ik hou van rode lippen, maar ik maak zo vaak heftige ooglooks dat zo'n rode lipstick er niet bij past. Dus ik pak altijd mijn kans als ik zo'n neutrale ooglook maak, dan pak ik altijd een rode lipstick, want dat vind ik mooi. Maar ik wilde het gewoon vandaag echt geschikt houden voor elke gelegenheid, want dat is waar heel deze video over gaat. Ik hoop dat jullie de video weer leuk vonden. Laat
laat me weten beneden in de reacties of je dit soort video's leuk vindt. Dit zijn iets meer leren video's waar je echt iets van leert in plaats altijd maar reviews en dat soort dingen. Als je nog een soort leervideo wilt zien, laat het me weten beneden in de reactie. Misschien hoe je je gezichtsmake-up het beste kunt aanbrengen, cut crease maken, wenkbrauwen doen. Laat het me gewoon eventjes weten beneden in de reacties en dan zie je misschien jouw video-idee snel terug hier op mijn kanaal. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!